We zijn inmiddels halverwege. Zoals jullie zien, door de verdoving kan ik één wenkbrauw niet meer optrekken. Gaan we weer. Ja. We zijn inmiddels halverwege. Zoals jullie zien, door de verdoving kan ik één wenkbrauw niet meer optrekken. Ik voel het ook in mijn tanden, want nu is hiervoor verdoofd. Achter is alles weggehaald, helemaal gesorteerd. En dadelijk komt de dokter, de chirurg, gaatjes prikken. Voor waar dan uiteindelijk de haartjes weer ingeplaatst worden. Ik voel me wel helemaal... van de wereld door alle medicijnen en verdovingen. Dus ik ben heel ridderig en een beetje duizelig. Mijn lunch is net gebracht. En zoals je ziet is het echt een lekker luxe broodje. En weer wat snackies voor wat suiker. En er is een lijst waaruit je kunt kiezen en superveel opties. Dus dat is ook echt top geregeld.